rijden hier op de kerstdijk. Kijk hoe mooi, hè. Nou, goedendag. Vandaag, zaterdag 7 januari 2023. Ik probeer wat mooie toeristische routes te rijden, niet de snelste wegen. De heenweg nemen we de noordelijke route. Het gaat een stukje over de Noordersmaker rondweg. Dan gaan we op een gegeven moment rechtsaf. En dan komen we bij het industrieterrein uit. Daar rijd ik richting Glanenbrug. En daar ga ik de grens over. Knippertje weer aan. Ga linksaf. Oef, ik wou de andere kant uit, hè. Ja, nee, jullie hebben gelijk. Oh, kan nog. Boekelenweg, als ik het goed zag. Ja, dit is de Hoge Boekelenweg en dan gaan we rechtsaf de kleine Boekelenveldweg op. De verkeer van rechts heeft hier voorrang, dus ik moet even een beetje afremmen. En hier iets verderop spiek ik ook altijd een beetje, want dan moet ik eigenlijk eerst het fietspad op. Want ik moet hier officieel het fietspad op. Om vervolgens daar weer de rijbaan op te moeten, aan de overkant van de weg. Kniplicht naar links even aan, Wim. Kijk, dan moet ik hier naar rechts, knipperlicht aan. Nog een keer kijken. Knipperlicht weer uit. Nou, dan gaan we hier soms in Glanenbrug in. De Bultweg. Het wordt niet gewaardeerd. Een plek om een scooter te parkeren, man. Kom op, 50! Ja, ga je.
Oké, gaan wij hier naar rechts. Oh, sorry. Dan gaan wij hier naar links. Knippertje aan naar links. Oh, eerst spiegels kijken. Daar kwam iets aan, zag ik al. Kijk, daar aan het einde bij dat rode pand gaan we linksaf. Uit in parkeren. Die gaat ook naar rechts. Verder komt daar en we gaan hier wel. Ah, met hem had ik in principe weinig te doen. We draaien langs elkaar heen. Ja, oké. Okay. We rijden dezelfde weg. Dat was het wel zo'n beetje. Ik ga hier trouwens links. Met de weg mee. We rijden hier op de Kersdijk. Klonk dat dan? Kijk, daarvoor rende ik ietsjes af. Zodat we precies daar uitkwamen. Dat hij hier een klein uitwijk kan te maken, stil met een klein beetje. Dan heb ik hier een probleem, ik pas niet in het midden, ik ben te lang voor in het midden te staan. Dus ik moet wachten tot beide kanten vrij zijn. Nou, daar van rechts komt nog één keer, van links nog twee. 1, 2 van links, die is vrij. Kijk jongens hoe mooi het hier is. Oh. Daar is een auto achter mij. Ja.
Kijk hoe mooi hè. Oh. Ga je toch wat langzamer rijden? Want ik krijg een bumper kleven achter mij. Even rustig aan hier. Respect hem. Wauw. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben hoor. Je bent die, je bent die, je bent erbij. Je bent die. Ja ja, weer geen kniplicht, hè? Waarom nog niet? Achter mij gaat ook naar links. We zijn wel weer bijna bij de nette Rama mensen. Ja ja, dat gaat snel hè. En maar lekker doorrijden, nu geen stoplichten. Nou, hier zijn we bij het oude Diegelstadion. Ja, hoesten, hand in de mond. Op de brommen, mondding, gezicht, vuur gevangen, hoe noemen ze nu? Op mijn neus en nog steeds de hand op mijn mond. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Hoi! Rustig Wim! Aan de overkant hebben we de nette Rama. De keer vandaag dat ik de achtergrens gebruik. Ja, je weet het maar nooit, hè. Of je al gezien was of nog niet. Kijk, bij het moment van tikkie, jij bent een beetje laat. Nou, gaan we even rustig een parkeerplekje zoeken. Oh my god, ik ben volgens mij veel te vroeg. Hier moet je s'avonds naartoe en niet overdag. Naar Stadsveld via Boswinkel. Zo rustig hier overheen. Einde gaan we naar links. Linksaf op het einde.
Heeft u geen verlichting? Verlichting? Heeft u verlichting? Ja. Links, ik ga rechtdoor. Als je daar weer moeten weten. In auto, en dan kunnen we. SL Lauwestraat. Hier heb ik heel veel logeerpartijtjes bij oma gehad in de oude flat nog. Ga hier naar rechts. Oei. Die buschauffeur was niet blij met die automobilist achter mij. Mijn koppel draait wel.